Om een voorbeeld te geven van wat we nu van ver moeten halen, hè, om de leerkrachten beter te ondersteunen, dat zijn bijvoorbeeld ambulant begeleiders. Ambulant begeleiders, dat zijn specialisten, bijvoorbeeld op rekenen- en taalgebied. Maar dat zijn ook specialisten voor een kind met een visuele handicap. Dat zijn specialisten voor uitdagingen op gedragsproblemen. Die mensen moet je nu, zeg maar, uit Venlo halen. En die komen dan een uurtje en die zijn dan weer weg. En wat zo mooi is in die talentencampus, is dat al die mensen gewoon hun basis hebben op die talentencampus. Ja, en van daaruit de expertise kunnen verdelen. Deze specialisten die zijn er natuurlijk niet alleen voor de basisschool die in de talentencampus zit, maar die zijn er voor alle scholen. En of dat nou SPOV-scholen zijn, of de Montessori-school, of de scholen van Dynamiek Scholengroep, al onze kinderen hebben recht op die expertise. En die is dan ook hier beschikbaar voor deze kinderen.